Sommige beelden groeien uit tot een icoon. Dit beeld over doorgangskamp Westerbork is zo'n icoon geworden. Het is het beeld van het meisje Settela Steinbach dat op 19 mei 1944 naar Auschwitz werd gedeporteerd. Maar er is veel meer te vertellen over deze film. Kijk verder. De Westerborkfilm is de meest geraadpleegde film in ons archief. En met name de beelden van de vertrekkende treinen naar Auschwitz en Bergen-Belsen worden veelal gebruikt in televisieprogramma's en documentaires. En de beelden zijn uniek. Er is nauwelijks gefilmd in concentratiekampen tijdens de oorlog. Het is een getuigenis van de vervolging van Joden, Roma en Sinti. En er is geen enkele film, anders dan deze film, van de transporten gemaakt. In 2017 is de film, samen met het script en de bijbehorende documenten, aangemerkt als UNESCO documentair erfgoed. En onlangs zijn al deze beelden gerestaureerd. Want na 75 jaar van gebruik en kopieën bevat de film heel veel krassen en schade. En dat hebben we nu allemaal opgeschoond. De film bestaat niet alleen uit beelden van de transporten, want dat is slechts 8% van de totale film. De rest van de film bestaat uit beelden van werkzaamheden in het kamp, van vrije tijdsbesteding, gymnastiek, voetbal en cabaret. Maar voor wie was die film eigenlijk gemaakt en waarom? We weten het niet helemaal. De film is in opdracht gemaakt van de kampcommandant Albert Gemmeker. En het is de algemene veronderstelling dat hij hiermee de economische functie van het kamp wilde laten zien aan zijn hoge functionarissen. Nederland was in het voorjaar van 1944, wanneer die film gemaakt werd, Judenvrij verklaard. Dat betekent dat het kamp zijn functie als doorgangskamp had verloren. Maar het had een nieuwe functie gekregen als arbeidslager, ofwel werkkamp. En dat zou kunnen verklaren waarom er zoveel beelden zijn gemaakt van het werk in het kamp. En zolang Westerbork bijdroeg aan de oorlogsindustrie, zou Gemmeker niet naar het Oostfront worden gestuurd. Zo wordt er gedacht. Het script werd geschreven door de Duits-Joodse gevangene Heinz Tootman. Hij was gedoopt en was daardoor vrijgesteld van transport en was ook persoonlijk adjudant van Albert Gemmeker. Het camerawerk werd verzorgd door Rudolf Breslauer. Hij was ook een Duits-Joodse gevangene en was fotograaf van het kamp. En zodoende werd hij gevraagd om ook het camerawerk te doen. De opnames zijn gestart op 5 maart 1944. En de laatste datum die we kennen is van 19 mei 1944. Maar de film is nooit afgemaakt. De Westerborkfilm zoals we die nu kennen bestaat uit ruwe opnames, soms herhalingen en lange shots. En er is wel gemonteerd in het kamp, maar een groot deel is later aan elkaar geplakt in het archief. En waarom deze film nooit is afgemaakt, dat weten we niet. We zien beelden van allerlei werkzaamheden in het kamp. Binnen, op de werkplaats. En buiten, op de kampboerderij. Er was een tandarts en een echt laboratorium aanwezig. En er werd gebouwd aan een kas. We zien een voetbalwedstrijd en damesgymnastiek. En een revue met allerlei optredens. Hoeveel er daadwerkelijk is gefilmd, weten we niet. Na de oorlog zijn er zo'n 10 blikken bijeengebracht bij het NIOD. En dat is wat er bewaard is gebleven. Een beeld en geluid beheert deze collectie voor het NIOD. En soms duikt er dan toch nog iets op. Zoals vorig jaar deze twee originele films. En tot die tijd hadden we alleen nog maar kopieën of duplicaten in ons archief.
En nu hebben we ook origineel filmmateriaal dat een heel stuk scherper is. Het is interessant om na te denken over hoe deze film eruit had moeten zien. En of we dan met dezelfde ogen naar deze beelden hadden gekeken. Want dan was de film gemonteerd met tussentitels en was Gemmiker prominent in beeld gebracht. Het was dan een film geweest van de ijdele commandant over zijn kamp en over zijn werk. De intentie was dus heel anders. Maar onbedoeld is het een getuigenis geworden van de Jodenvervolging.